begin november belden ze pas. Ja, die staat op Noorderslag. En toen was het, oh my goodness, gelukkig. Toen wist ik van, oké, dat is het allerbelangrijkste. Daar gaan we beuken. Vrijdag een droomshow in een kroegje. Waar ik heel emotioneel van werd. Hoe kan dit? Hoe vet is dit? De lampen vielen naar beneden. Zaterdag Noorderslag. Ik dacht, het wordt een saai showtje, want hè, Noorderslag, business. Tak ging eraf. En dan paaspop en dan je Duitse shows waar daadwerkelijk mensen op afkomen. Je ziet dan echt zo langzaam zeker gewoon iedere keer zie je stapjes maken. En je ziet ook dat mensen, de hoeveelheid mensen die inhaken, begint ook steeds meer toe te nemen. Ja, dat is zo vet. Ja, dat is echt super cool. Dan denk ik echt van jeetje, wat wij dit jaar hebben meegemaakt is echt uit de boekjes hoe je kan groeien als band. Ik zit 18, 7. Ja, jij was ook helemaal in love met, hoe heet ze nou, die juffrouw? Nice. Really nice. We came at Romans too. Oké jongens, we zijn bij de Kessely Rock. Jeetje. Iedereen heeft anderhalf uur vrije tijd. En dan spreken we weer af bij het station. Hey, we hebben serieus. Laten we gewoon bij elkaar blijven. Ja. De Bastogne koek komt van oorsprong hier vandaan. Nee. Dat is vet. Nee. Deze tegels zijn, als je voelt, kom maar eens met. Die zijn heel heet. Oh. En toen zijn daar een keer is daar deeg opgevallen vanuit de deegbakken. En er is hierop gebakken. En daar is de kenmerkende smaak van Bastogne van gekomen. Oh nee. En spoke and he told me. Volgens Junkai. The Great Sack City! Spring erin, vriend! Yunkai is the city of slaves! Are there slaves in Yunkai? No, only free men. Kick hem gewoon, hè? Zij? Kick hem gewoon. En is hij met de vrouwtjes bezig? Wordt niks. And then he spoke, and he told me to die. So he ended me. Hope is but hanging on a thin piece of wire. Kom vlieg met me mee. Goede stem, hè? Over land, over zee. Beste plek. Oh, die ook. Dit is vet. Wat zou je voeten? Helpspunt pakken. Oh fuck, ja man. Tills this lonely field, one mystic fruit his acres yield. In the long sunny afternoon, I wandered up, I wandered down. Stayed in chains till she brought back. We stayed in chains. We could never. We stayed in chains till she brought back. We stayed in chains. The holy one too, who grew up in it is love.
stayed in chains. Thou seek right back, we stayed in chains. Wat maakt een John Coffee Show? Een John Coffee Show wordt gemaakt door 5 gasten die het ontzettend leuk vinden om op een podium te staan. En een John Coffee Show wordt vooral gemaakt door 5 gasten die de kans krijgen om heel veel op het podium te staan. Het publiek probeer ik te betrekken op alle manieren dat ik kan. Door of tussen ze in te gaan staan of op een of andere manier om ze mee te krijgen. Als ik zie dat een gozer met een roze truitje helemaal loesoe gaat, dan wil ik daar een opmerking over maken. Ik zeg, hoe heet je? Fucking goed, man. Ga zo door, of zo. En er zijn er altijd dingen die er in het publiek gebeuren. En daarin is het ook zozeer, kijk, wij staan niet op een podium, geven een showtje en de ontvanger moet het maar ontvangen. Ik vind dat je het samen doet. Spugen, grapjes maken, ontspannen, gewoon lol hebben met elkaar. Als je energie geeft, krijg je energie terug van het publiek. En dat hebben we wel absoluut gemerkt het afgelopen jaar. Dat de zalen echt volledig van voor tot achter helemaal kapot gaan. Dat mensen crowdsurfen, stagediven, alles meezingen. Wat echt totaal bizar is om ook terug te zien, weet je wel. Dat je gewoon het publiek nog bijna harder hoort zingen dan jezelf. Windstoten op windkracht 8 en onweer. Wij hebben een eindcurfew waar we aan vast moeten gaan. En de changeovers zijn redelijk kort, van een half uurtje iedere keer. Bij Blackbone staat de kans dat we ze eerder moeten stoppen. Dan is Blackbone helaas die is open. Bij jullie, het hangt er echt vanaf. We moeten het even aankijken. Laten we hopen dat het letterlijk en figuurlijk overwaait. We wachten af, wij horen het wel. Het is ontzettend heel dankbaar beroep, omdat je zoveel mensen mag je kunststukjes mag laten horen. Je mag zoveel mensen vermaken. Gelukkig zijn er reten veel shows dat ik het heel vet vind. En eigenlijk al zingen er maar 4 mensen heel hard mee en bewegen hun hoofd of hun heupen. Ja, dan denken vet. Jullie vinden het cool. Te gek. Nou, daar gaan we. En dan kan ik al genieten. Ik vind het vrij bizar om fans te hebben. Ik werk in een kledingzaak. En dan ben ik gewoon met mijn andere werk bezig, weet je wel. Maar soms komen er gewoon mensen in de winkel en zeggen, maar jij zit gewoon in John Coffee. Dat is zo vet. En ik volg jullie helemaal. Ik heb een hekel aan het woord fans. Want ik vind fans creëert een soort van afstand tussen de mensen die muziek maken en de mensen die dan van de muziek houden. Want ik ben net zo hard een fan. Maar ik denk eerder van, weet je, ik denk wel dat er gewoon mensen zijn die onze muziek helemaal te gek vinden. En dat is super vet. Kan ik niet bevatten.
Je doet er zo lang over om, om in klote kroegjes of hele leuke kroegjes, of welke plekken dan ook, om jezelf zo hard mogelijk aan de man te brengen. En op een gegeven moment slaat dat dan om. En dan lijkt het wel alsof het in één keer heel makkelijk gaat. En heb je dan fans? Ja, misschien heb je dan wel fans. Alleen dan, ik vind dat woord zo stom. Ik doe het liever met hun, zeg maar. Ik ben liever een feest aan het bouwen met hun dan dat ik een feest aan het bouwen ben met... Hier is de band en daar is het publiek. Maar ook gewoon als je al die gillende gasten en meiden ziet vooraan en die allemaal je handtekening willen. En je moet shirts laten signeren, wat ik vrij zonde vind van het shirt. Maar ja, zij willen dat. Maar ik vind dat echt heel bizar. Voordat ik op een dag gaat er iemand gewoon op ons op mijn, nou nu in dit geval Facebook of Twitter, vertellen hoe dat ze ons optreden vet vonden. Ik dacht, oh, dat lijkt me zo vet. En nu gebeurt dat gewoon, weet je wel. En ja, voor de rest, weet je wel, aandacht in de zin van, ik loop over straat en iemand herkent mij. Ja, natuurlijk niet. Ik ben een fucking drummer. Ik bedoel, ik zit ergens helemaal achterin. Ik bedoel, ik mag al blij. Ik merk het altijd als ik naast of David of Chris loop, dan zie ik van, oh, kijk. Dan gaan mensen tegen hun zeggen van, hey, vet optreden, man. En dan loop ik er een beetje zo bij en denk van, yo, leuk man dat je ook mij herkent. Wil jij ook met ons op de foto? Het is zo'n ontzettend toffe belevenis wat ik nog nooit heb meegemaakt eigenlijk. Jij bent echt zo'n leuke tourmanager. Hij wordt ook wel even nodig hoor. Even alles weer kapot. Dat je bij een hotel aankomt of bij een bandappartement of bij iemand op de vloer slaapt. En dat je dat allemaal met elkaar deelt. Kijk, die plaat heet niet Pride Companions voor niets.